Hey, ik ben Chris van DopeCrash en vandaag gaan we iets nieuws proberen. Ik ben altijd al, ik test graag dingen uit, ik probeer graag dingen uit verschillende platforms. Dat gaat niet altijd even goed, maar ik heb nu een platform gevonden wat ik best bereid ben om te proberen. En dat platform is GSMG, dat is een soort tradingbot. Het is iets anders als een normale tradingbot, want normaal koop je zeg maar een tradingbot en installeer je die gewoon op je pc. Dit is een online based tradingbot, voor zover wat ik ervan begrijp, want ik ben er zelf ook mee begonnen. Dus ik ga hem sowieso uittesten en dat wil ik graag op dit kanaal laten zien. Ik zal er iets meer in duiken. Ik heb begrepen dat dit een platform is wat naar verluid ontwikkeld is door Nederlanders, dus dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar dat is wat ik ervan heb begrepen. De site is voor zover ik het zie redelijk basic, maar dat maakt op zich niet uit. De bot werkt alleen maar met Bittrex. Ik ga daar even een schoon Bittrex account voor maken. En aangezien je op één naam niet twee Bittrex accounts kan maken, moet ik daar een nieuw account voor maken. Want ik wil niet mijn andere main Bittrex account, wat ik beheer natuurlijk, riskeren. Ja, riskeren. Je moet om de bot zijn werk te kunnen laten doen, moet je een API instellen. En dat is een machtiging om met funds op Bittrex te gaan traden. Dus op jouw account op Bittrex worden er dan trades geplaatst door de bot. Ik ga dat testen. Ik ga dat uitproberen. Ik ga dat voor jullie volgen. Ik ga het bijhouden hoeveel rendement dat eventueel oplevert gemiddeld. Er staan wat cijfers op de site. Zo wordt er op het platform totaal 300 BTC nu vertreed of is er beschikbaar. Dat weet ik niet zeker hoe dat precies werkt. Er staat dat je average per trade 2,6% krijgt. Dat ligt waarschijnlijk, heeft waarschijnlijk te maken met je risicoprofiel. Wat ik had begrepen, kan je dat allemaal zelf instellen. Dus ik ga dit account nu gewoon aanmaken. Daarna ga ik hem gewoon netjes helemaal instellen. En dat stap voor stap doorlopen. En ik denk dat ik dan eens per maand een update kan geven. Wat eventueel het rendement is wat de bot realiseert. En mocht het nou interessant zijn, dan ga ik pas een aanbeveling doen. Dus ben je ook geïnteresseerd in trainingbot, wacht dan eerst even de resultaten af. Want ik ga dit met een klein bedrag doen. Wat ik al zei, ik weet van mezelf dat ik graag wat meer risico loop. En ga je gewoon een klein bedrag opzetten. Gaat het mis, dan gaat het mis. Maar dan heb ik het tenminste geprobeerd. Dus vind je dit leuk? Wil je dit volgen? Abonneer je dan sowieso op ons kanaal. Even het belletje aanklikken en dan blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Morgen hebben we de livestream om 11 uur. Heb je in de tussentijd vragen, wil je iets weten? Join ons Discord, die linkjes staan hier gewoon onderaan het filmpje. Ik zie jullie graag morgen. Laters!